Dag YouTube! Hoi hoi! Wij hebben eens nagedacht. En eigenlijk ondertussen hebben wij toch wel al enkele BV's en BN'ers ontmoet. En we dachten, wat als we nu een serie starten waarin wij eerlijk vertellen hoe dat de ervaring was om deze mensen te ontmoeten. Ik denk dat we wel gewoon een eerlijke mening kunnen geven voor degene die die mensen nog nooit hebben ontmoet. Ja. Je ziet iedereen natuurlijk online, maar hoe zijn ze offline? Of alleszins niet op camera? We willen starten met een knaller van eigen bodem. We gaan mensen exposen. We willen graag beginnen met ACID. Wat een erp evenement die trouwens zeer leuk was. Toen hebben wij hem ontmoet. En hebben we ook een babbeltje kunnen slaan en dergelijke. Ja, ik vond het persoonlijk fantastisch om hem te ontmoeten. Omdat ik hem al heel mijn leven eigenlijk online zag, op beeld. En voor een keer in het echt te zien was gewoon heel leuk. Ja, ze dachten vast en zeker ook hetzelfde van ons. Allereerst was mijn eerste indruk dat hij wel echt gewoon exact hetzelfde is in real life als op zijn video's. Wat ik bedoel, dat hij echt wel zo aanwezig is. Hey boys! Niet per se op de slechte manier, maar ja, je merkt wel dat hij er is. Ja, toen hadden we al snel gemerkt dat het gewoon de ACID was dat we op beeld zien. Uiteindelijk was het ook fijn, want hij heeft ons als eerste eigenlijk aangesproken. Want ja, je weet nooit precies van zou hij ons kennen en dergelijke. Ja, wij stonden nog met een mond vol tanden. Dus ja, wij waren niet degene die naar mensen toe ging gaan, want wij waren daarin de kleine creators. Hij was ook zeer vriendelijk toen hij naar ons aankwam. En, hij is zo echt een persoon dat je heel vertrouwd kan laten voelen. Zo. Also, dat je elkaar zo al precies jaren kent, zodat je echt zo best friends bent voor al keilang. Hij kan je zo echt zo complimenten geven dat je kei goed voelt eigenlijk. Ik voel dat er een maar aankomt. Ja, dus ik kan u echt heel goed laten voelen, want we moeten ook eerlijk zijn. Achteraf gezien weet ik niet of dat allemaal even oprecht is. Ja, zo alle dingen dat zei van, oh ja, super cool en wow, coole YouTube. Ja, ik vraag je wel af, interesseert hem ook echt? Of is het puur om gewoon op dat moment gewoon een leuke sfeer te creëren? Ik vind het ook wel persoonlijk wel logisch natuurlijk, dat hij gewoon op het moment gewoon geïnteresseerd is, want natuurlijk profiteren alle kleine creators, ook wij hebben dat gedaan, het profiteren van zijn fame. Dat doen wij nu ook, op een of andere manier. En dat gaat altijd heel goed, omdat mensen weten van, dat is een goede opstap. Op zich snap ik wel dat hij op het moment wel geïnteresseerd is. En we zagen dat ook in al die andere video's, dat hij tegen die kleine creators ook zo is van, oh cool, best friends, zowat. Diezelfde vibe als bij ons. Maar laat hem achteraf gezien niet echt oprecht interesseert, omdat ook hij heeft er ook gewoon niks aan. Hij weet gewoon precies exact altijd wat hij doet. En dat merk je ook in zijn video's. Hij weet ook wel exact hoe hij zichzelf aan de top moet houden. Hij weet hij is de grootste en laat het ook echt wel weten aan zijn publiek. Als je zo ziet, bijvoorbeeld Semis heeft misschien wel de meeste abonnees, maar als je kijkt naar wie dat er het meeste invloed heeft en een echte fanbase, dan is sowieso denk ik ACID. En hij weet ook echt perfect hoe hij moet inspelen op zijn publiek. Want vanaf als er iemand iets groter wordt of zo wat concurrentie is, dan zie je hem daar zo echt een beetje slim inspelen. Ik denk me, ik ga werken. Containerpark voor de mensen die niet meer aan de bak kunnen op tv. Anyway. Ja, het is inderdaad. Je merkt wel dat hij zich heel goed voelt en weet dat je echt wel merkt waar dat hij staat. En op zich, als je ACID bent, dan mocht je je ook goed voelen. Want hij doet heel strategische zetten om zichzelf zo wat omhoog te werken. Ja, op dat vlak kunnen we enkel naar hem opkijken. Maar je hebt nog niet opgefakt met ons ACID. Als je ooit eens wil gaan gymmen of zo, dan kan ik daar nog wel een plaatje voor vrijmaken. Als je ooit eens iets wil gaan drinken. Het kan ook zijn dat we er helemaal naast zitten, ons idee. Maar we hadden gewoon even transparant zijn. Ik vond het wel een leuk idee om te maken voor deze video. Laat zeker weten wat jij ervan vond. Ben je gechoqueerd? Ben je helemaal niet akkoord? Laat het gewoon weten in de comments. Laat zeker weten wie we nog kunnen bespreken als we ze ontmoet hebben natuurlijk. Ik denk dat je nog wel een paar verhaaltjes hebt over Gio. Ja, ik heb nog wel... Mijn ontmoeting met Gio was niet zo denderend. En ik wil het er liever niet meer over hebben, maar... Laat weten als je het toch wil weten. Ja, de bel ging dus net en ik heb een bestelling gekregen. Ik heb dus mega veel dozen voor de koelkast te organiseren. Van die satisfying filmpjes voor zo organizing fridge. Nog zo'n elektrisch deken dat warm was en dat wil ik echt uittesten. Kijk, en dan is dat precies een vlammetje. En dat is dat bevochtigt de lucht en dan zit nu ook een geurtje bij. Binnenkort, wanneer het beter weer is, hebben we veel activiteiten op de plan. We hebben ook heel veel
festivals waar we naartoe gaan. Ik wil gezegd dat we naar Tomorrowland gaan. Hopelijk kunnen we binnenkort weer wat meer activiteiten doen, want deze weer is compleet sad. Hopelijk heb je alweer genoten van deze video. Laten we elkaar dan volgende keer terugzien, is dat goed? Morgen. En dan zeggen wij... Matthias. Mitte. Out.